Dag allemaal. Ja, leuk om even iets met u te delen. Kijk, u weet waarschijnlijk wel, maar Dick, Dick is mijn mentor. Ik ben ooit bij Dick gepromoveerd. Waar ik heel blij mee ben en trots op ben, is dat ik ambassadeur ben van de vrienden van het Herseninstituut. Dus van de Hersenvrienden. Geweldig. En u weet dat, ja, dat weet iedereen, dat Dick is natuurlijk een super vooraanstaande, gerenommeerd, Hersenonderzoekers, zowel in Nederland maar ook zeker internationaal, hè, neurobioloog, hersenonderzoeker, ongelooflijk. Wat misschien niet iedereen weet, is dat dit vele jaren geleden uh, begonnen is met de hersenbank. Dat is een plek waar mensen hun hersenen kunnen doneren en dan kunnen we kijken in al die hersenen en kunnen we zien wat gaat er nou mis bij al die verschillende hersenaandoeningen. Dus een cruciaal initiatief ooit, wat helemaal uitgebouwd is tot een ja, Mondiaal, iets wereldwijds eh, bekend instituut waar mensen vanuit de hele wereld ook een beroep op kunnen doen. Echt waanzinnig belangrijk. Heel mooi, heel mooi. En nu, deze week, hè? Ah, echt bijzonder, hè? staan wij stil bij het vijfduizendste brein wat wordt toegevoegd aan de hersenbank. Moeten nagaan nou hoe mooi is dat? Het vijfduizendste brein. En daardoor kunnen wij dus nu al die breinen met elkaar vergelijken in hoogstaand onderzoek. Want door te vergelijken, kun je zien haha, dat zien we daar wel en dat zien we daar niet. En die verschillen kunnen misschien juist een aanleiding zijn om te snappen hoe die ziekte werken. Dat is dus prachtig gewoon. En mijn vraag, mijn, mijn, ja, mijn oproep aan u is: steun de hersenbank. Maar nu niet met hersenen, maar met geld. Want er is heel veel financiële steun nodig om het onderzoek nu met hele veel geavanceerde technieken. Hè, om nu nog beter te kijken in die hersenen. Van kunnen we nog meer achterkomen wat de oorzaak is van die hersenziekten. Maar die technieken zijn fantastisch, maar kosten heel veel geld. En daarvoor doe ik nu die oproep aan u. Dus steun alstublieft, hersenvrienden. Het is super fijn dat u dat doet. En u helpt niet alleen ons en het onderzoek, maar uiteraard al die mensen die getroffen worden. Door die hersenziekten. Het gaat u goed en heel veel dank. Bye bye. Hè.